Dag Reet, welkom bij Klassement. Ja. Hallo. Jij vertelde dat je tijdens de knutsellessen vaak stappenplannen gebruikte. Ik veronderstel om meer structuur te brengen of zo. Ja, inderdaad. Hoe pak je dat dan juist aan? Toen ik nog CREA gaf, dan maakten mijn collega en ik stappenplannetjes om echt die knutsellessen te gaan structureren. Ja. En wij printen die dan uit om op te hangen ook aan ons springbord. En dan konden de kinderen altijd kijken welke stap dat ze nog moesten doen. En hoe maakten die dan, die stappenplannen? Vroeger maakten we die in Word. Ja. Toen dachten we de gemakkelijkste manier. Maar ondertussen hebben we een eenvoudigere manier gevonden. Eigenlijk twee manieren om ze te maken. Oh, vertel maar. Wat is de eerste manier? De eerste manier is met PowerPoint. Oké. Okay. Ja. Zo eens kijken? Dat is goed. Ik gebruik een schabloon waarbij dat elke slide eigenlijk volledig wordt opgevuld door één foto. En onderaan is er dan nog plaats voor tekst. Het enige wat je dan eigenlijk nog moet doen, is klikken op die plaats waar dat de foto moet komen. Dan de foto kiezen en die wordt daar netjes ingezet. En door te dubbelklikken kan je die foto dan nog wel wat bijsnijden. Onderaan typ ik dan de tekst die erbij hoort. Dat gaat ook heel simpel. En dat doe ik dan voor elke stap die nodig is. Als je dan naar printen gaat, kan je elke dia op één pagina afdrukken en ze zo aan de muur hangen. Of als je kiest voor handouts, kan je ook alle stapjes op één blad zetten en die kan je dan uitdelen en bij elk kind aan een tafeltje leggen. Maar dankjewel Greet, heel tof. Lijkt me super handig trouwens. Mm-hmm. We zullen jouw schabloon alvast op klassement delen, super. Zodat andere leerkrachten er ook mee aan de slag kunnen gaan. Jij vertelde dat je ook nog een tweede manier hebt om stappenplannen te maken met een gsm. Ja, met mijn gsm. Maar dat zullen we in een tweede filmpje even uitleggen. Dat is goed.